Goedemiddag, mijn naam is Aar. Vandaag tegen de raaklijn aan een punt op een cirkel. Hier een cirkel gegeven, een punt P. Dan punt P gaan de raaklijn tekenen die zo loopt aan het punt. Dat betekent de rechte MP, dus door het middelpunt door een P. En dus een punt P, daarop loodrecht is dan de raaklijn. Nu, een punt P is het punt op de cirkel. Daarom gaan we twee punten kiezen op de rechte even ver van P liggen. Hier het eerste punt, ja, hier een bepaalde opening, daar een tweede punt, op dezelfde afstand. Ja, belangrijk is dezelfde afstand. Als je dan de middelrondlijn neemt van die twee punten, gaat die door P en zal die dan de raaklijn worden van uw aan de rechter. Dus we gaan die twee punten nemen, tegen even ver van P. Als je dan daarvan de middelrondlijn tekent, dat doe je ook met je passer. Ja. Je neemt een passer een beetje groter dan de helft. Ja, we tekenen hier niet heel de cirkel, maar hier twee lijntjes en daar twee lijntjes. Ook aan het andere punt doen we hetzelfde. Even te proberen, ja, op de juiste plaats zetten. Ja. Eén streepje. Dan heb je die twee punten. Als je verbindt, ja, dan lopen die punten, gaan die door P en staan hier loodrecht op de straal en dat is de raaklijn. Dus deze rechte hier, die je nu gaat tekenen, door die twee punten en door P, is dan de raaklijn uit P op de cirkel. Dus dat is de raaklijn uit het punt P of aan punt P op de cirkel. Die staat loodrecht op de straal en wordt dus gevonden door twee punten op de cirkel. Ja. Die staat loodrecht op de straal, wordt gevonden door twee punten te definiëren. Je neemt de rechte M, uw straal, neemt twee punten en die twee punten loodrecht is dan de cirkel.